Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 9 januari van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we laaghangende bewolking boven ons land. In het westen, met name in de Randstad, is het de komende uren mistig. Lokaal valt in het westen ook wat motregen, maar op veel plaatsen is het vanochtend droog bij 1 tot 4 graden. Vanmiddag wordt de bewolking van het westen uit dikker en tegen de avond gaat het op veel plaatsen regenen. Het wordt 3 tot 6 graden en de wind neemt toe, die waait vanuit het zuiden, er komt een windkracht 6 aan zee te staan. Vanavond is het grijs en regenachtig, maar in de loop van de nacht trekt de regen naar Duitsland weg en morgen regent het alleen nog in het zuidoosten van het land, maar ook daar wordt het dan droog en zien we de zon van tijd tot tijd. Lokaal is nog een enkele bui mogelijk en het wordt morgen 4 tot 7 graden en de wind draait naar het westen en neemt geleidelijk aan in kracht af. Woensdag waait het weer behoorlijk stevig, windkracht 6 tot 8 aan zee. Het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien, maar met 7 tot 10 graden is het zacht. Vanaf donderdag is het weer anders. Het is kouder, er kunnen winterse buien vallen, mogelijk met sneeuw. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.